De Rekenkamer van Suriname heeft vandaag een persconferentie gehouden over het programma richting een onafhankelijke Rekenkamer. Het programma is gehouden van 20 november tot en met 23 november. Daarbij zijn verschillende sessies gehouden, waaronder een dialoog over de mate van onafhankelijkheid van de Rekenkamer. Volgens Paul Brandon, vertegenwoordiger van de Rekenkamer, is er in 2011 een strategisch plan uitgezet. Bij de uitvoering van het plan bleek dat er een aantal hobbels was die overwonnen moet worden. Eén daarvan is de onafhankelijkheid van de Rekenkamer. We doen ons best om ons beter te integreren in de regio van de Rekenkamers. We hebben een werkarm van Intosai en dat is IDI. Dat zijn deze experts komen van dat instituut. En we hebben hun hulp ingeroepen om ons bij te staan in die exercitie om meer autonomie te krijgen. Let wel, u moet ons goed begrijpen. Het is niet de bedoeling dat wij dus vrij ons budget en vrij mensen kunnen werven. En wij hebben geen verantwoordelijkheid naar die samenleving voor wat de besteding van die middelen betreft. Want ook wij vinden dat wij onderwerp van controle zijn. Dus op zijn tijd, dus zoals de wet dat voorschrijft, zullen wij ook moeten worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant die dan verslag doet wat wij allemaal met staatsmiddelen hebben gedaan. Dus het is van alle kanten uit. Maar in ieder geval is het na het traject belangrijk dat wij deze exercitie die we nu 2 dagen en andere dagen op kantoor hebben ondernomen, dat wij dat gaan correleren met ons strategisch plan en een stappenplan gaan uitzetten. Want u moet rekening houden, we moeten groepen spreken, we moeten het parlement spreken, we moeten de regering spreken. Dus in een bepaald gefaseerd plan, na een gesprek met al die stakeholders, gaan we dat tijdspad inzetten om langzaam maar zeker daar naartoe te geraken, om die autonomie te krijgen en ons werk beter te kunnen doen. Brandon zegt verder dat ook de communicatie naar de samenleving toe zal worden verbeterd. De interactie moet goed op gang komen. Ondanks de moeilijke periode in het land zijn deze zaken wel te realiseren, geeft Brandon aan. We zijn geen vrienden in Jeruzalem, we zijn in een recessie, we zijn in een moeilijke tijd en iedereen moet inbinden en we begrijpen dat ook. Maar afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben, want het wil niet zeggen als je onvoldoende middelen hebt dat je nog dat je niets kan doen. Al de dingen die je kan doen die niet zoveel met geld te maken hebben dan whatsoever, dat je dat toch stapsgewijs begint uit te voeren om op die manier toch wel impact te hebben. Voor wat het rekenkamerwerk betreft en dat die samenleving geïnformeerd is, de media en alle anderen die die informatie nodig hebben om zekerheid, om vertrouwen te hebben in die economie enzovoorts enzovoorts. U hoorde Paul Brandon, vertegenwoordiger van de Rekenkamer van Suriname.